mijn thema van vandaag is more of you, less of me. En ook meer van, Nederlands vertaald, echt meer van God en minder van mezelf. En ook in gebedsleven. En vaak als ik word gevraagd om te spreken, mijn favorite topic, gebed. Waarom? Wat is je connectie met God? En dat heb ik van begin af aan altijd gemerkt. Als ik dat niet heb, dan heb ik helemaal niks. En ik had het toevallig gisteren aan hem verteld van mijn favorite verse. En het is misschien, iedereen kent wel John 3:16. Dus Johannes 3 vers 16. Maar mijn favoriete is dan Johannes 3 vers 30. En daar staat, die mag erop komen. Ik heb Nederlands en Engels. Er staat, he must become greater and greater and I must become less and less. En dan in Nederlands staat er dan van, hij moet steeds belangrijker worden en ik moet steeds minder belangrijk worden. Yeah. Nou, je moet je voorstellen, ik kwam uit het leven zonder God en ik was belangrijk, want het is mijn leven en niet iemand anders. En voor mij was God ook gewoon precies dan ook iemand anders. Van God, dag, wat je zegt in je woord, prima, maar dat ga ik echt totaal niet doen. En het eerste een van de Bijbelteksten dat ik had gelezen was van, je moet je familie opgeven, je moet alle dingen wat jij leuk vindt opgeven en hem gaan dienen. En toen dacht ik, ja, God, jij eerst en dan mijn moeder? Absoluut niet. En dan heb ik dan echt geleerd van God toelaten in mijn leven en dat God belangrijker wordt dan mijn leven, want zonder God ben ik toch niet hier. En ja, God heeft mij hier geplaatst, dus hij heeft al een plan met mijn leven. Dus ik ga hem dan volgen. En een tweede tekst voordat we dan verder gaan is dan Matthäus 6 vers 33. Er staat, seek the kingdom of God above all else and live righteously. And he will give you everything you need. En in het Nederlands, geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil, de eerste plaats in jullie leven. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. Mooi. En met deze dingen wil ik jou vragen eigenlijk van, hoe diep wil je gaan in Gods wil? Hoe diep wil je gaan in God? En in hoeverre ben je van plan om jezelf achter te laten en echt jezelf totaal achter te laten en te kiezen voor wat God voor jou wil? En dan ook eigenlijk Gods koninkrijk gaan zoeken. En niet zomaar zoeken van, oh ja, weet je, oh Jezus is gekomen en we bouwen een kerk en we gaan verder. Maar nee, Gods koninkrijk, Gods hart voor jouw leven. En Gods hart is ook echt heel groot, want mensen denken misschien, oh ja, kerk bouwen. Maar er gebeurt ook heel veel in de wereld. Ik bedoel, we hebben wezen, we hebben single moms, we hebben op werk mensen die ons nodig hebben. Dus Gods koninkrijk is niet alleen maar kerkgebouw daar. En is ook niet alleen maar CLC Tilburg, is niet alleen maar CLC Den Helder. Maar het is zijn koninkrijk. En wat wil God eigenlijk? Ons allemaal redden. En hoe heeft hij dat gedaan? Door Jezus Christus. Dus wat moeten wij doen? We moeten Jezus brengen naar mensen. En hoe moeten we dat doen? Door onszelf te zijn natuurlijk. Want iemand anders hier in de zaal gaat over dare to be you. Maar wees jezelf. Maar wees jezelf niet jezelf voordat je God hebt leren kennen. Maar wees jezelf hoe God jou heeft gemaakt. En ga dan met God in gesprek van, Heer, waarom ben ik überhaupt hier? Wat wilt u met mij? En dat zijn ook eigenlijk de gebeden van, nou, ik weet niet, ja, hoe ga ik dit uitleggen? Nou, kijk, dan, soms heb je dan in de kerk, weet je, dan pas Mathilde of pas Eros zegt van, we gaan bidden. En dan staan wij sluiten onze ogen en we bidden. Ja, Heer, dankjewel. Blijven de dag. Voor het eten zitten we aan tafel. Heer, zegen het eten. Amen. Het zijn de kortste gebeden ever. Geloof me, ga met een jongen free dienen. En vraag ze om te bidden voor het eten. Heer, zegen het eten. Amen. En je denkt, oh. God denkt van, weet je, als God de telefoon was opnemen om jouw gebed te verhoren. En dan, oh, oké, klaar. En voor het slapen gaan soms, oh Heer. Oh. Ben je al weg? Maar soms dan echt die gebeden dat je denkt van, Heer, ik heb jou nodig. En dat is dan mijn eerste titel voor vandaag was eigenlijk, how low can you go? En hoe diep wil je gaan in God? Hoe ver op je knieën wil je gaan voor God? En niet zomaar, en dat zegt ook in de Bijbel, zoek een binnenkamer. Want ik bedoel, weet je, je hoeft niet hier even al je gebeden te gaan, uit blauw te gaan zeggen hier, dat iedereen het moet horen. God moet jou horen. Maar hoe diep wil je gaan? Hoe en hoe verre wil jij jouw plannen loslaten
om bij God dicht te komen. En soms, dat, soms dan zie je dan die plaatjes van... Een meisje heeft dan een knuffeltje en die wil het niet loslaten. En Jezus heeft een hele grote knuffel. Het meisje durft dat knuffeltje niet los te laten. En dat kan soms onszelf zijn. Daarom zei ik net, dan horen jullie dadelijk wel van mij mijn verhaal van Tilburg. Nou, ik zat eigenlijk in Den Haag. Hele grote kerk. Heel veel lichten, muziek en dansende mensen. En main pastors en zo. En toen zei God tegen mij, je gaat naar Tilburg. En toen dacht ik, ja, nee, absoluut niet. We hadden... Toen ik Rood leerde kennen, waren we 1,5 jaar aan het bidden van Heer, waar wilt u ons hebben? En ik heb ook altijd gezegd, waar God hem stuurt, daar ga ik. Waar God hem zet, daar ga ik. Daar ga ik dienen waar hij is. En toen heeft iemand tegen mij gezegd van, als God je ergens wilt hebben, dan maakt hij wel een plekje jou thuis. Dat was grappig, want die zondag daarvoor, ik liep dan CLC Tilburg binnen en ik voelde me thuis. Maar I refused to believe it. Ik was echt van, nee, Den Haag. Ik ga niet weg. Absoluut niet. Ik heb mijn leven hier gebouwd. Ik heb mijn vriendinnen hier. Al mijn closest friends zijn hier in de kerk. Waarom zou ik dit achterlaten? Heer, alsjeblieft, geef me nog een antwoord. Geef mij, het is niet Tilburg. Heer, het moet Den Haag zijn. En ik weet nog, het was voor ons zelfs een challenge voor ons dat droog. Werk kon krijgen en het was gewoon, want hij was ontslaan en toen weer werk en toen had hij werk gekregen in Tilburg 2 dagen voordat hij met een huwelijk vroeg. En toen dacht ik, oh heer, Tilburg dus. Het was voor mij geen twijfel. Het was gewoon, want het was toen ook dat CLC Tilburg dan een wat moeilijkere periode had. Maar toen hebben wij, als stel, we hebben besloten, God is belangrijker. Wij, onze plannen niet. Mijn plan was echt om in Den Haag te blijven. Lekker Haags. Beetje stad in. En leuke dingen doen. En steentje. En eten. En donuts. En dan in Tilburg. Ja, nu hebben we Dunkin'. Ja, nu hebben we Dunkin' Donuts. Maar toen, ik was... Tilburg zit hier hoor. Maar ik heb toen besloten van... Heer, uw plannen voor mijn plannen. Maar dat was ook echt dan die gebeden van... Wat ik in me, dan toen dan in mijn toilet ging van... Oh heer, niemand hoeft mij te zien, maar ik ben... Oh, ik smeek u om mij dan antwoorden te geven van... Hoe ga ik dit doen? Waarom stuurt u mij daar? Wat ga ik dan doen? Wat is belangrijker in Tilburg dan hier? En laat ik het goed zeggen. God doet hetzelfde werk hier als in Tilburg, als in Den Helder, als in België. Hoe klein of hoe groot de kerk is. Yes. Voor mij was dat eigenlijk, oh Den Haag, weet je, al die mensen. En dan kan ik veel meer doen voor iedereen hier. Maar is dat wat God voor mij wilde? Toen God mij hier op aarde zette, toen heeft God in zijn boekje geschreven, Christus gaat uiteindelijk dit en dit en dit en dit en dit en dit doen. Maar ik ging voor mezelf dan denken van, oh, maar ik wil wel dit en dit en dit gaan doen. Wat voor mij leuker leek eigenlijk. Het leek mij leuker om in Den Haag te blijven. Het leek mij leuker om, ja, gewoon, ik ben, ja, it's a city girl. Ik ben toch meer dan een stadsmeisje en dan wil ik hier blijven. Maar God zei absoluut niet, ik heb andere plannen voor jou. En grappig genoeg, het heeft mij wel echt, nou, best wel lang geduurd. Maar uiteindelijk heb ik altijd wel de keuze gemaakt, Heer, ook al voel ik me niet lekker, ook al voel ik me niet zo fijn in Tilburg, ook al heb ik mijn vriendinnen niet daar, u bent belangrijker en u zal het goed maken voor mij. Ik en niet. En dan zitten we dan nu, het is dan 1,5 jaar verder, mag ik zo voldoen voor God in Tilburg. En het is echt bizar wat daar gebeurt en mijn geloofsleven is ook dat... Juist daar meer gegroeid dan toen ik hier was. Want toen ik hier was, was ik gericht op mezelf. Nu dat ik daar ben, kan ik niet meer gericht zijn op mezelf. Want er zijn zoveel mensen die mij nodig hebben. En God heeft mij daar veel meer purpose gegeven. Maar stel je voor dat ik dat niet heb losgelaten. Stel je voor dat ik hier... want ik kon een huis zoeken hier. Ik kon gewoon mijn plannen gewoon hier... Ik kon gewoon alles doen hier. Want geloof me, hij wilde ook hier zijn. Want voor hem leek dat ook leuker. Maar... We hebben moeten kiezen voor God. We hebben moeten kiezen voor zijn plan voor ons leven en niet mijn plan voor mijn leven. He must become greater and greater and I must become less and less. En dat is ook als ik naar bed ga, als ik ga bidden voor dingen. Van Heer, oh Heer,
Oh, geef me... Puntje. Nee, wacht even. Heer, wat wilt u van mij? Wat heeft u van mij? Geef mij wat u voor mij heeft. En wat u voor mij heeft is veel beter dan wat ik voor mezelf wil. Want voordat ik Ro leerde kennen, heb ik ook allemaal gebeden voor andere mannen. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Je ziet er leuk, maar oh, Heer. Hij lijkt me wel heel leuk. Ja, Heer. En dan is het hem niet, maar Heer, ik ga harder bidden. Dat mijn wil wordt geschieden in plaats van uw wil. Gaat het werken? Nee. Tuurlijk niet. Is dat beter? Nee. Maar op dat moment denk je wel van... Veel beter. Dat lijkt me veel leuker om met die te zijn in plaats van met die. Maar als ik met die was, had ik gewoon nooit in Ro en ik ons leven kunnen doen wat hij nu aan het doen is. Hij is zoveel met ons aan het doen. Maar dat heeft wel gevraagd dat ik wel alles ging loslaten van mijn eigen wil. En mijn eigen plan voor mijn eigen leven. Want ik had andere plannen voor mezelf. En uiteindelijk nu... nou, we hadden net een gesprekje met Joyce. Joyce. En toen zei ze, je krijgt meer energie als je dingen hoort wat in de kerk gebeurt. Dan je energie krijgt van wat jij zelf aan het doen bent. Ja. Dus stel je, ik werk part-time. Ik mag ook voor de kerk werken. En daarnaast wil ik ook nog vrijwilligerswerk in de kerk. En daarnaast wil ik ook nog young and free. En heel veel mensen vragen me nu, ja, ik ben ook in verwachting. En van, kan je dit wel aan? En dan zeg ik van soms echt, oh geloof me, als ik thuis kom van kerk op zondag van Tilburg ben ik moe. Maar ik ben dan wel vervuld. Want ik heb wel mogen doen wat God van mij vraagt. En daar krijg ik mijn energie van. Niet van, geloof me, ik wil ook andere dingen doen op zondag. Ik wil ook andere dingen doen op zaterdag. Ik wil ook vandaag, weet ik veel, liggen in bed en Netflix kijken en andere dingen doen. Maar hier is mijn purpose. Hier krijg ik vervulling van. En ook als ik straks in de hemel ben... Wil ik ook van God horen. Van. Wat was ook alweer? God and faithful servant. Van. Ik heb wel alles gedaan om God te dienen. Want uiteindelijk als ik daar ben. Gaat God mij niet. Oh. Lekker gegeten de nagel die tijd, hè? Oh, wat heb je allemaal leuke dingen kunnen doen. Gezellig was het, hè? Nee, gaat God kijken van. Heb je gedaan wat ik van jou van plan was? En heb je mensen kunnen redden in Tilburg waar ik jou nodig had? Ik heb ook hier staan van. Er was een andere Bijbeltekst. Ja, die kunnen we skippen. Ik heb al een beetje over gesproken. Skippen. Gewoon naar de volgende. Ja. God doesn't need to use you. He wants to use you. Echt geloof me, God kon andere mensen kiezen om hier te zijn. Ook waar jullie zitten. God kon andere mensen kiezen. Hij wil dat niet. Hij wil juist jou gebruiken. En wat een eer is het. Om door God gebruikt te worden. Wat een eer is het om door God gezien te worden. Zo denk je, die mensen zien mij niet. Geloof me, God ziet jou. En alleen God hoeft jou te zien. Andere mensen hoeven jou niet te zien. Maar hoe werkt dat? Hoe diep wil je gaan in God? Hoe belangrijk is God voor jouw leven? En hoe minder belangrijk jij bent voor je eigen, voor jezelf. Maar God doesn't need you, geloof me. Hij heeft genoeg mensen op aarde. Hij heeft mij ook niet nodig, maar hij wil mij wel gebruiken. Wat een eer. Toen ze me hebben gevraagd om vandaag te spreken, dacht ik... Ik? Nee, ik ben zwanger, dus ik ben emotioneel. Ik ging eerst huilen. En ik heb eerst nee gezegd. En toen dacht ik... God wil mij gebruiken. En hij heeft een reden waarom hij mij wil gebruiken. Dus, ja, ik weet het wel, maar ik weet het ook weer niet waarom. Maar hij wil me gebruiken. Daarna pas ga ik het zien. Maar wat een eer. Wat een eer. Want ik wil niet straks in de hemel zijn... En kijken naar mijn leven als ik nee had gezegd tegen God. Als ik ja, nee had gezegd tegen God. Ik wil niet straks daar staan voor God en God zegt van... Christel, dit had kunnen gebeuren als je naar Tilburg was gegaan. Maar je hebt gekozen voor jezelf. En voor mezelf, toen hier op aarde, was dan veel mooier. Maar God zegt, kijk, hier zijn de mensen die door... Niet omdat ik daar ben, maar door werk in CLC Tilburg... tot bekering zijn gekomen. Yes. Hier zijn die mensen die God hebben gevonden. Hier zijn de mensen die een plan voor hun leven hebben gevonden. Maar jij was daar niet. Dus ik heb iemand anders daar geplaatst. Maar hoe een eer is het dat ik dat mag doen voor God. En hoe een eer is het dat jullie mogen doen wat jullie mogen doen voor God. Op je werk. Het hoeft niet altijd in de kerk te zijn. Op je werk, op straat, je buren, in je familie. In je familie. Dat jij de Jezus bent in jouw familie. En hoe een eer... Is dat om God te dienen waar Hij jou heeft geplaatst?
Niet waar jij jezelf heeft geplaatst, maar waar God jou heeft geplaatst. Niet omdat hij heeft jou niet nodig, maar hij wil jou heel graag gebruiken. En dat is een eer. God, I don't want to miss out on what you are doing. Is een liedje. God, ja, Ro kan zingen, ik niet. God, whatever you are doing, please don't do it without me. Laat het ons gebed zijn. God, whatever you are doing, please don't do it without me. Eén gebedje en dan afsluiten. Ja, ik heb niet voordat ik begon, heb ik niet gebeden. Maar specifiek omdat ik ook nu ook gewoon voor jullie wilde bidden om af te sluiten. Dus jullie... Heer, dankjewel voor alle dames vandaag, heren. Dankjewel voor wie ze allemaal zijn, heren. En dankjewel dat u ze wilt gebruiken. Dankjewel, heren, dat ze hun harten gaan openstellen, heren. Om van u te horen wat zij mogen doen, heren. En geef hun alle inzicht, heren. En geef ook hun ook alle kracht om misschien dingen van het verleden los te laten, heren. Ook hun eigen plannen, heren. Hoe mooi het ook kan zijn, heren. Maar uw plannen voor ons leven zijn mooier dan die van onszelf, heren. Ik bid dat alle dames hier vandaag een keuze voor u durven te maken, heren. En durven te stappen in het grotere plan wat u voor hun heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen.